this voyage was the most important journey ever made. It changed our ideas of time, space, chance, sex, and nature. And what a privilege to be making it myself. Can't believe it. All this beauty, all this profusion, the world's full of wondrous forms. Hundreds of thousands of birds and the dolphins all coming racing to the ship. And there's this plankton coming in from the plankton recorder. Nothing brought it alive like being on this ship. This is just beyond belief. To go to a forbidden area and there were these enormous tracks of the Megatherium. That was ridiculous. And then just round the corner, we waited for this thing called Mel. And he's an orca. Galapagos. And it was a paradise. It's just the strangest, most wonderful feeling to walk amongst these animals and birds and not feel an intruder. They like you. They don't mind. It's all just too special for... Yeah, that's what I'll remember. Het is waarschijnlijk de belangrijkste reis die ooit werd gemaakt. De reis van de Beagle. Aan boord van het schip bevond zich Charles Darwin, een jonge natuuronderzoeker die tijdens deze reis zoveel indrukken opdeed dat het beeld dat de mens had van zichzelf en van de wereld er volledig door veranderde. Wij maken deze wereldreis opnieuw. Met Sarah Darwin, biologe en achterachterkleindochter van Charles Darwin, Dirk Drouwlands, evolutiebioloog en groot Darwin-kenner, en Redmond O'Hanlon, schrijver en avonturier. Als bondgenoten op hun missie varen er wetenschappers mee, denkers en kunstenaars en nazaten van Charles Darwin. Ze hebben maar één doel: een antwoord vinden op de vraag hoe de wereld er nu voor staat. Well, here it is at last, the Cape of Good Hope. And Darwin hardly mentions it except to say that the weather here was execrably bad, and I know what he means. And it reminded him of trying to round Cape Horn. And all the excitement seems to have gone out of him, and I think we find the answer why in one of the letters he wrote at the time. One glimpse of my dear home would be better than the United Kingdoms of all the glorious tropics. He is very homesick. He's had enough. And he's had enough of being at sea and being seasick. And the violence of it all is just wonderful. Na 8 lange, prachtige maanden komt onze reis ten einde, hier in Kaapstad. Darwin zeilde met de Beagle vanaf hier nog 10 weken door, hunkerend naar Engeland. Hij keek op die tocht nauwelijks meer om zich heen. In zijn dagboek wijdde hij er nog slechts een paar schamele pagina's aan. Nu, eenmaal bij Kaap de Goede Hoop, wordt het tijd om de balans op te maken. Onze wereldreis in het kielzog van Darwin was overweldigend. De verschillen tussen de wereld die hij beschreef en die wij hebben gezien zijn immens. We zijn nog vol van de natuurpracht en de ontmoetingen onderweg. Maar evenzeer diep onder de indruk
van de verwoesting van de natuur die we onderweg hebben gezien. Verwoesting door natuurkrachten, maar vooral ook door mensenhand. Onze ervaringen zijn nauwelijks te bevatten. Laat staan tot een eensluidende conclusie samen te ballen. So we have done an absolutely fantastic trip with lots of nice places and wonderful experiences. But I'm still so worried about the devastating impact that we humans have on everything else. I mean, I'm worried about the future. We're going to reach some form of a tipping point where eventually there's going to be a much stronger voice for saving this fabulous planet that we live on, and frankly is the only one that we've got, so we'd better look after it. That point will come. It's got to come. That's quite a big point about the planet being the only one, because when I was alive, back in the 50s, everybody just assumed that we could migrate to another planet, that we could leave this one, we could devastate this one, go and colonize somewhere else. But now it seems distances are far too great. But if we've got 300 years, maybe. Move to another planet. Yeah. Yeah, who would want to? Yeah, I mean, hold on, guys. Exactly. Who would want to go and live on Mars? You know, we've got a great place here. All we need to do is look after it a bit better. In Zuid-Afrika legde Darwin zijn ervaringen van 5 jaar reizen voor aan andere wetenschappers. Ook hij was aan het worstelen met de betekenis van alles wat hij gezien en meegemaakt had. In zijn geval vulkaanuitbarstingen, aardbevingen, onbekende dieren, vreemde volkeren. Hij wist dat hij iets heel belangrijks op het spoor was, maar wat? We proberen aan het eind van onze reis hetzelfde te doen als Darwin. De balans opmaken. En een antwoord geven op de vraag waarmee we op pad gingen. Hoe staat de aarde er nu voor? En ook wij roepen hiervoor de hulp in van wetenschappers. Wat zeggen al onze ervaringen, ontmoetingen, gesprekken bij elkaar opgeteld over de toestand van de aarde? Moet er een reddingsplan komen voor onze planeet? En hoeveel tijd hebben we daar nog voor? Die vraag brengt ons bij de laatste gast van de Beagle, Johan Rockström. We are in a difficult situation. Rockström bestudeert de natuurlijke veerkracht van de aarde, waaraan de mens zoveel schade toebrengt dat hij als soort beslist uniek genoemd mag worden. Wat Darwin ook beweerde. There's actually scientific evidence to give the critics of Darwin partly right, because we are now showing scientific evidence, very much inspired by Darwin's evolutionary theory, that we are different. Humans are now a geological force. Humans are now the largest agent of change at the planetary level. So large that we have to distinguish ourselves outside of all species because we are a geological force. And it's a paradox that this insight comes almost exactly 200 years after Darwin. Just over the past 5-10 years, we're starting to get the scientific evidence, not on theory or hypothesis, but on observation, that we are pushing ourselves to a global imprint on the planet. De mens is als een wurgplant die hard op weg is de hele aarde te overwoekeren. Darwin kwam 150 jaar geleden mensen tegen die toen nog volledig aangepast waren aan hun omgeving. Indianen, Tahitianen, Aboriginals, bosjesmannen. Darwin keek neer op deze mensen. Hij vond hen minderwaardig, halve dieren, onbeschaafd. We zagen op onze reis de laatste overblijfselen van deze oude culturen. De achterblijvers zijn gedwongen om hun voorouders na te spelen om zo in hun levensonderhoud te voorzien. De westerse toerist hunkert naar, al was het maar een klein beetje, het vermogen van die zogenaamde oermens om zich één te voelen met de natuur. Maar thuis eisen we dat de planeet zich aanpast. Dat die olie, voedsel, water en zuurstof levert
voor een almaar uitdijende wereldbevolking. There are far too many of us, of course, and I include myself, on the planet. But that can be solved by all the governments getting together, and it's come to the point where they have to. And there's something in it for everybody, so they're going to own the sea. The days of the hunter-gatherer are gone, everywhere except in a tiny pocket of the Amazon up against the Andes. It's finished. And we'll grow even more. We'll grow even more in numbers and our tentacles will go even farther away than we have already now. So I think the only thing, I think really that, and like the global problem stuff, like the greenhouse effect and overfishing, I think it's only science that will actually solve that, not change in behavior. We hebben op onze reis de effecten van die grote aantallen mensen op aarde met eigen ogen gezien. Maar wat is de betekenis van al die veranderingen voor de planeet als geheel en voor het voortbestaan van de mensheid? Johan Rockström verzamelde 30 topwetenschappers die hij één cruciale vraag voorlegde. What are the environmental processes on the planet that we have to be stewards of, protect, to avoid that the whole planet gets knocked into an undesired trajectory? Water, air temperatures, conditions in the oceans, the biosphere. After a long scanning, this group of scientists developed a whole new framework for sustainable development that we've called the planetary boundaries. What is the level you wouldn't want to cross? And what's a safe fence? And within that, you establish what we've called a safe operating space. It becomes the arena for human development. And this may seem very simple, and one wonders, haven't we done that before? Well, no, we haven't. There seems to be, at least as a proposition, scientific evidence to suggest that there may be nine boundaries. Oceans, the ozone layer, climate change, nitrogen, phosphorus, land, water, then biodiversity, air pollution, and finally chemical pollution. Our estimates show that we have already, unfortunately, transgressed three of these boundaries: on climate change, on nitrogen, and on biodiversity. De problemen zijn weliswaar algemeen bekend, maar Rockström laat zien hoe groot ze zijn. En welk probleem ons het meest bedreigt. Het gaat dus om broeikasgassen, zoals CO2, het gat in de ozonlaag, verzuring van oceanen, kunstmest dat land en zee vervuilt, het landgebruik van de mens dat zich steeds verder uitbreidt, zoet water dat schaarser wordt, luchtvervuiling, chemische uitstoot en biodiversiteit. Om ons leven op aarde te garanderen moeten al die vervuilingen binnen een bepaalde grens blijven. En de groene cirkel is die grens. So an easy boundary to define was, not surprisingly, the stratospheric ozone layer. De grens waar Rockström het over heeft betreft de dikte van de ozonlaag. Ooit hebben wij een gat gecreëerd in die laag door het gebruik van gevaarlijke gassen, met name in onze eigen koelkasten in de keuken. Hierdoor viel de bescherming tegen een te grote impact van de zon weg. Een bedreigende situatie. We did go out of the safe space in the 80s, but then thanks to this successful agreement to forbid chlorofluorocarbons and phase them out from our cooling and heating systems, we were able to come back into the safe operating space. So we have won. Once in humanity, once in the history of humankind, we've operated against a planetary boundary. Nu bevinden we ons weer, wat de dikte van de ozonlaag betreft, op veilig terrein, binnen de groene cirkel. Maar hoe zit het dan met die andere acht grenzen?
In de straat van Magellaan voeren we bijna letterlijk tegen een andere grens op. We konden de gevolgen van klimaatverandering bijna aanraken. Well, this is very exciting. Here are the first icebergs. Well, all right, they're very small. But all the same. So you've been up on a lot of glaciers. And this one. You think this one has shrunk too? Yeah. There's a massive drama around the climate boundary. And we're moving on a momentum way beyond the safe operating space. The climate system is associated with very clear thresholds, such as the Greenland ice sheet, which holds 7 meters sea level rise. If we would knock the Greenland ice sheet to a point of irreversible melting, it would fundamentally change the living conditions for humanity on the planet. The trouble with climate change is that the jury is still out. If you go and talk to any geologist, he will say that the climate has changed many, many times. People are completely confused about the natural disasters that have happened and switched on the CO2, the volcanism, the eruptions, the Deccan steppes, all of that. So they think that somehow or other this is equivalent to that. And that's happened many times and it will all recover. But they're forgetting that they're talking in terms of 500 million years. Geological timescale problem. Om iets van het klimaat te kunnen begrijpen, moeten we ver terugkijken in de geschiedenis van de aarde. En nergens kun je die verpletterende tijdschaal sterker ervaren dan in het immense Andesgebergte. Sarah en de Nederlandse fysicus Robert Dijkgraaf maakten een tocht door deze bergketen. Wat ik vooral het meest opvallende aan de reis van de Beagle vond, is dat het je zo enorm confronteert met de soort grootsheid van de aarde in alle opzichten. We hebben natuurlijk wel heel erg de neiging om ons te verschansen. Misschien ook wel met al onze kennis, maar toch, het is een heel. Het is een soort. Armstoel toerist zijn we. En die aarde zelf, daar hebben we toch maar weinig gelegenheden dat we die in zijn totaliteit meemaken. En als je een stukje van die Beagle-reis meeloopt, meerijdt, meevaart, dan krijg je iets van dat gevoel van die enorme omvang en ook rijkdom van die aarde. Sarah, ja? You should come up here. There's a whole wall. Hier is een big piece of ocean floor. Sarah en Robert Dijkgraaf trokken naar de plek waar Darwin ooit zag hoe de oceaanbodem op de top van de bergen terecht was gekomen. Geen schepping van 7 dagen, maar een proces van miljarden jaren. Isn't that wonderful? Oh, God, look at that. There in the front. Isn't that perfect? It's even more amazing if you see it on the top of a mountain. Yeah, isn't it? Yes. Hier werden we getroffen door het inzicht dat wij, de mens, in verhouding nog maar net komen kijken. Wij, omdat we maar een gevoel hebben voor misschien 50 jaar... en als je goed je geschiedenis kent, een paar duizend jaar... dat er nog een paar miljoen jaar zijn... en dat je zelfs een paar miljard jaar verder kan denken, dat is bijna onmogelijk. De aarde heeft, voordat de mens überhaupt zijn intrede deed... al vaker hevige klimaatveranderingen ondergaan... waardoor het leven op aarde totaal veranderde. Kennis over periodes in het verre verleden... waarin het CO2-gehalte in de atmosfeer explosief steeg... kan ons een beeld geven van wat ons te wachten staat... als wij in de nabije toekomst nog meer broeikasgassen de lucht in zullen pompen. Wetenschappers boorden bij Antarctica... naar de harde gegevens over het klimaat in de afgelopen 50 miljoen jaar. Hey.
De miljoenen laagjes klei in deze boorkern verraden de hevig schommelende klimaatomstandigheden van even zoveel jaren geleden. Ongeveer 50 miljoen jaar geleden was het CO2-gehalte op zijn hoogst. En was het dus op aarde overal bloedheet. Aan boord probeerden we die grote tijdschaal aan de hand van een touw weer te geven. Well, let's call this knot the first ice on Antarctica. When we go down record, but it gets warmer and warmer and warmer and warmer. And that somewhere around here, this is that moment where we have the, let's say, greatest warmth. So let's call this super warmth. 51 million years ago. That is the warmest moment of the past 80 million years. How warm was that? Well, this is when we have palm trees on the North Pole. Palm trees on the North Pole? Palm trees, crocodiles, tropical plankton, all roaming around on the North Pole. How much longer could we live on this planet if it was like that? When you don't have an air conditioner, you'll have a big problem. All the ice will melt, sea level will rise. The temperatures, particularly at night, in the tropics will become so warm that mammals will have serious troubles cooling bodies. And so, you know, this is a really bad day. De laatste 10.000 jaar hebben wij mensen niet meer van dit soort akelige klimaatschommelingen meegemaakt. In die periode kreeg de mensheid de kans om de aarde te gaan overheersen. But then we enter the last 10.000 years, the Holocene, the last interglacial. And if you look at the temperature conditions during that period, i.e. the living conditions for humanity, they are, if you look at the geological record, extraordinarily stable. We enter this extraordinarily stable time. 1,000 years into it, we invent agriculture. And we start the civilizational growth as we know it today. So we can today say that the extraordinary stable conditions that the planet entered 10,000 years back in the last deglaciation and the, so to say, balance it then created in terms of water, air temperatures, conditions in the oceans, the biosphere, all the biological diversity that then existed and developed, is the conditions that we have to protect. Helaas zijn we niet zo goed in het beschermen van die perfecte leefomstandigheden. Op haar tocht door het hooggebergte in Peru zag Sarah wat daar de gevolgen van zijn. Up to 1990, recorded, all of this was covered with snow. And over there was perennial, all the time, and all of this area. So, when you say perennial, you mean covered in snow 12 months of the year? Yes. Right. Yeah, year after year, year in, year out. Right. And now you can see this little, even the peak, that is going to go out as well. All of these glaciers below 5,000 meters in the tropical Andes will melt, will disappear by the year 2020, 2025. Right. That is the scenario that has been predicted. One of the predictions, based on evidence like this, the receding snow cap. Now, this glacier is feeding the water into this lake, am I right in saying? Yeah. And this lake is in turn feeding Lima drinking water. Yeah. So if this glacier goes, what are the possible scenarios? Well, the logical scenario is a chain reaction, because if this water is being filled with two sources, glacier and rain, and the glacier is definitely going, all we have to measure is the continuity of the rain. The extent to which deforestation and other human-made changes into the ecosystem are affecting the rain will tell us what will be the future of these lakes. We may have a few different scenarios which could be... The problem, Sarah, is that by the time we get our science right, it may be too late. We'll be standing here saying, you know, were we right or wrong, and then there will be no lake.
I found exciting and heartening was that all the scientists coming on board are really trying to, well, save us all. De onderzoekers gebruikten alle uithoeken van het schip om gegevens te verzamelen over het veranderende klimaat. Van hoog in de mast tot diep onder water. Al die verschillende gegevens, hoe miniem en sumier soms ook, zijn bouwstenen voor het grote klimaatonderzoek dat zicht geeft op hoe de aarde er nu voor staat. We do that every day. Measure the humidity and the temperature of the water and the salinity. A lot of marvelous new information which just impresses beyond belief. There's too much CO2 in the atmosphere. Once you understand the mechanism for this climate switch, then maybe we can prevent it happening. We jagen zoveel CO2 in de lucht, dat heeft fysieke effecten op de warmtehuishouding van de atmosfeer. Op een gegeven moment gaat dat ijs smelten. Dat is logica, dat zijn gegevens. Dat is niet een mening. Maar waar vind je die harde gegevens, waaruit je kunt afleiden dat wij eigenhandig het klimaat veranderden? Down beneath the bottom of the sea, wonderful scientists. I mean, a great achievement. Drilling into the bed of the ocean. The memories of the Earth are all there in layers, and you can recover them. It's extraordinary and be very accurately. De boorkernen uit het koraal lieten de klimaatgeschiedenis van de afgelopen 200 jaar duidelijk zien. De wetenschappers zetten de gegevens grafisch om in een tekening op het dek. En toen werd de wankele toestand van het systeem aarde opeens pijnlijk zichtbaar. And my view on the structure of the world has been changed entirely. Ja, wat het opvallende hiervan is dat het eigenlijk de laatste jaren razendsnel gaat. Want je hebt een periode van minder dan 200 jaar eigenlijk, dat je ziet dat die concentratie zich bijna heeft verdubbeld en het gaat nog steeds door. En dat is echt, dat is heel schrikbarend natuurlijk, dat je dat ziet, dat het ook over zo'n lange periode, zeg maar. Het is niet eens enkel jaar dat het warm is, maar het is al ruim 30 jaar dus dat we boven die gemiddelde temperaturen uit aan het komen zijn. Essentially, all the important factors, all the important natural capital, and all the important processes that we depend on for human development are showing a period of very, very long, during Darwin's period, basically no change or very limited change. And then in 1955, in the mid of the 50s, but very interestingly, almost exactly 1955, they bend very sharply, accelerates upwards, and creates the hockey stick patterns that we have come to know so well for carbon dioxide and temperature rise. This is one of the worst affected areas we've got. It's virtually useless. There's no grazing value in it, so it's worth nothing. We've just got to put up with it, I'm afraid. Changing in the weather pattern over the last, say, 10 or 15 years has made it a lot harder for us to keep farming. You've got to change your objectivity and change how you should farm your land. The next 5 or 10 years is going to tell us really what's going to happen, whether it's going to make it really difficult or we can get through. And like hopefully things might be on a cycle. Hopefully in 10 years' time, but things might be back to normal again. Our emissions of greenhouse gases have so far contributed to 1 degree Celsius temperature rise. That may seem small, but one should remember that over the past 1 million years, we go in and out of glacial periods and interglacials when the average mean global temperature changes just plus minus 3 degrees.
So, you know, it's a fundamentally sensitive and very, very subtle system we're in. So 1 degree is not a small thing. Hoeveel graden gaat de temperatuur dan eigenlijk stijgen als we onze CO2-uitstoot niet verminderen? Dus dan worden we 8 graden warmer. Dan wordt het bijna, de tropen, wordt het bijna gewoon onleefbaar. Dus we zijn eigenlijk 55 miljoen jaar teruggegaan in 400 jaar tijd. Ja, dat is ook geologisch gezien is dat nog nooit voorgekomen. Dat klopt. Zo snel. Zo snel. En dat is echt bizar. Dat het warmer wordt, oké? Dat is no question. Dat wij het doen, no question. Dus dat is op zichzelf, vind ik, alarmerend genoeg. Acht graden omhoog als we niks doen. Maar als we nou wel wat doen, dan wordt het minstens 1,5, maar misschien zelfs wel 4,5 graad warmer op aarde. Zelfs als we de CO2-uitstoot drastisch terugdringen. En zelfs als je in dit, laten we dit even optimistisch scenario noemen, dan nog kijken we aan dat Groenland waarschijnlijk af zal smelten voor een groot deel. Dan is het verschil tussen 1,5 graad, dan kunnen we nog even doorstoken. Dan hebben we nog even tijd om de CO2-uitstoot om te buigen. Dan kunnen we nog 50 jaar eigenlijk vooruit. Wil je de temperatuur enigszins onder controle houden. Maar als het een 4,5 graad scenario is, dan moeten we nu, en echt nu, stoppen met het vergroten van de uitstoot. En dan moeten we dus eigenlijk langzamerhand terug in het verbranden van fossiele brandstoffen en in het omkappen van grote koolstofreservoirs zoals het Amazonegebied. Minder fossiele brandstoffen gebruiken. Dat is inderdaad wat je altijd hoort. Maar volgens Johan Rockström moeten we juist doorgronden wat het geheim achter het evenwicht in de natuur is. Het evenwicht dat ons de afgelopen 10.000 jaar zo ter wille is geweest. Alleen dan kunnen we verder onheil voorkomen. Half of all our carbon dioxide emissions are estimated to have been sucked up by the oceans and by land. So the planet is our best friend. If half of all these emissions are absorbed by the planet, it shows that land and oceans are fundamentally important to be able to stabilize the climate system. For the first time, scientists show that this capacity may be on the decline. We focus all our efforts on reducing emissions of fossil fuel from fossil fuel sources. That is, so to say, the whole policy stage, is the whole debate. It may be that the final battleground, whether or not we'll be able to avoid negative, very negative change in climate, is moving away from reducing emissions to how we manage our oceans and land. Because the knowledge that the oceans and land have over the past 50, particularly 50 years, sucked up so much of our emissions, so it's all lying there, accumulating in systems which are becoming weaker and weaker. So suddenly there must be an increased insight that we have to cater for these systems much more carefully so they do not go from being sinks of carbon to become sources of carbon. Because that would be the largest risk of all, that nature itself starts becoming emitters of greenhouse gases. De natuur als de belangrijkste opslagplaats van al die CO2 die wij de lucht in pompen. Daarmee bewijst de oceaan ons een enorme dienst. Dat zijn we langzaamaan op deze reis gaan begrijpen. The immensity of the Pacific and the world's oceans. The whole world is water. It really is a blue planet. And that, as Darwin said, you have to sail to feel, to know this immensity. Our emissions of greenhouse gases is acidifying the oceans and breaking apart the building blocks for life in the oceans. And that is why we've added ocean acidification as one of the boundaries, because if you push that factor too far,
you may be losing much of the marine life, and then you lose the ocean's ability to buffer much of the disturbance from climate. De verzuring van de oceanen zit gelukkig nog binnen de veilige groene zone. Zeilend over de wereldoceanen merkten we nog weinig van die aantasting van het zeeleven door verzuring. We werden vooral betoverd door de rijkdom van alle planten en dieren die we onderweg tegenkwamen. So many beautiful things happening on so many different levels. Off the coast of Peru one day before we got to Callao, the port for Lima. Ah, that's fantastic. That's more pelicans in one place than I've ever seen in 62 years. These great lumbering pelicans coming along very close to the surface of the sea. All over this landscape, little flashes. And it was common dolphins, all right, but they're dolphins. And they're, I don't understand these things, but I'm sure they're twittering and tweeting and blogging at each other. And we were surrounded by them. And they're leaping out of the water on the bow, loving it, and looking up at you, saying, look, see what I can do, these young males. So the ocean becomes a place where you have friends. Maar onze grootste vrienden in de oceaan kunnen we nauwelijks met het blote oog zien. De ontelbare minuscule plantjes en diertjes, zoals plankton en kriel, maken ook voor ons het leven op de planeet mogelijk. Zij halen CO2 uit de atmosfeer en zetten het om in zuurstof. I've never heard of these animals. They're halobates. They move. They move at a meter a second. So all over the surface of the sea again. Welke rol speelt zo'n insect in de biomassa die het klimaat balanceert? We keken op de Stille Oceaan mee met het onderzoek van maritiem biologe Lana Cheng naar deze wonderlijke insecten. They are called halobates, is the scientific name, and the common name is ocean skater because they skate on the ocean surface. They live only on the surface of the sea air interface. They never dive, they have no wings and they don't fly. So we'll see when we get them up whether we have some. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. And halobates. Yes, 1, 6, 7, 8, 9. Maybe 10. It's really quite interesting to imagine how these things can live in the open sea. Okay, I have to now check on this only surviving insect we've got last night. Oh, it's very happy. It likes it to be warm in the water on that. What we do not know is at the surface, at the sea air interface, there's a thin film. And this film will collect all the heavy metal that falls from the sky. If you burn the benzene, gasoline, you build all the factories pouring out pollutants, they go to the sky, they fall down to the ocean, collect on the ocean space surface. And these are the things that halobates will pick up. So we could use them as an indicator of heavy metals and some of the other pollutants. And then the next bit down again, there's this plankton, a guy, a wonderful artist, about as specialized as you can get. He's an artist of the plankton, Wim van Egmond. And he'll be taking pictures and his big eyes all excited. And then once we saw them blown up, these beautiful shapes in there in the plankton, the spikes and perfect circles and the weirdest, weirdest shapes. Wauw. Het is soms ook een raadsel wat het is. Je hebt geen idee wat het is, omdat het niet lijkt op volwassen organismen. Ja. Dus het is zo'n enorme diversiteit. Er zit altijd wel iets tussen wat je nog nooit gezien hebt. En ik doe dit al jaren. Ja. Het zijn hele kwetsbare organismen, kwetsbare diertjes. Ja. Deze hebben we ook al veel hier aangetroffen in het plankton.
En dat is ook niet gek, want het is het meest talrijke diertje op aarde. Het grappige is dat bijna niemand ze kent. Dan is dat dus het meest talrijke diertje op aarde. En niemand heeft er ooit van gehoord. Planktonwezentjes zijn niet alleen beeldschoon. Ze vormen veel meer nog dan de regenwouden de ware longen van de wereld. Biodiversity is all the species. It's plants, it's animals, it's microbia. Biodiversity is the treasure of the planet for us in our pursuit of human development. It's the treasure of medicines, of the genetic richness in nature provides us with an enormous source of ability to, so to say, grow and develop improved human development. I mean, much of the medicine breakthrough comes out of findings in nature. Biodiversity is the very dramatic boundary in the sense that you lose a species, it's gone. It's an irreversible threshold. We are in a phase of unprecedented loss of species on the planet. Animals, but also plants. We are now into the sixth mass extinction of species on the planet, and the first one induced by humans. Op Morea in de Stille Oceaan waren we getuige van een uniek onderzoek dat helderheid moet helpen brengen in de uitstervingsgolf van soorten. Via DNA-afname proberen wetenschappers alle soorten planten en dieren op het eiland in kaart te krijgen. We need all these species. What are they all doing? So this is a very fundamental question for biodiversity science. What do these species do? What contributions do they make to the functions of an ecosystem? Are systems that have more species maybe more resilient? Are they able to withstand shocks better than a species that has lower diversity, or vice versa? So those are very fundamental questions. And of course, in an era where we're losing massive amounts of biodiversity, they're extremely important questions to answer. When we lose it, does it matter? I mean, clearly it matters at some level, but what will the impacts be? You can go into any marine system, and increasingly we realize how important the population pyramid is in the system, that there's a balance between the predators and the chains. And if we do, as we are now on our way to do, for example, to knock out the highest predators, the sharks, in the oceans, we don't know what happens. But it could be leading to tipping points where the whole system changes entirely its population structure. We see that in the Baltic Sea, where the top predator, the cod, has basically vanished because of overfishing. And you could argue, well, so what? You lose a fish species. We have to eat something else. But unfortunately, that's not the case, because when you lose the cod, the herring completely explodes. When the herring explodes, it eats up all the animal plankton. When the animal plankton disappears, the phytoplankton explodes. What does the phytoplankton do? It binds nitrogen. What does that lead to? Eutrophication. Eutrophication consumes oxygen. The whole system goes into an anoxic state, locks itself in a eutrophied state, and you get algal bloom frequencies increasing. So the whole system looks like a clogged, eutrophied, fish-free, undesired state.
weken te varen over zo'n eindeloze oppervlakte. En toch slagen wij erin van die leegte vissen. Vernietigen wij de soorten die we zelfs niet kunnen zien in een immense oppervlakte door het gebruik van onze hoogtechnologische middelen. Veel van de vogels die hier voorkomen, die lopen een aantal terug. En die hebben met een aantal problemen te maken. Eén daarvan is dat heel veel van albatrossen met name bijgevangen worden in longlijnvisserij. We zien al 20 jaar zie je die broedpopulaties op eilanden, soms heel ver hier vandaan. Soms aan de andere kant van de wereld zie je dramatisch snel achteruit lopen. En dat is gewoon omdat die beesten zo vaak worden bijgevangen. En maar zo langzaam jongen produceren, die houden dat gewoon niet bij. Alles wat dan beest enigszins groot of speciaal is, speciaal in de zin van echt aangepast aan een specifiek milieu, dat zijn wij in de verdrukking aanbrengen. Wij liquideren bewust biodiversiteit. Wij halen bewust het regenwoud onderuit. Wij maken bewust van grote oppervlakte natuur, monoculturen, voor onze eigen voeding, voor ons eigen welzijn. Dus de impact van de mens, je ziet het overal, vanaf het moment dat we vertrokken tot hier in de omgeving, overal zie je die gevolgen van onze aanwezigheid. De mens raakt steeds meer vervreemd van zijn natuurlijke omgeving. We maken alleen nog maar gebruik van de natuur. Of kijken langs de zijlijn naar een voor ons ondoorgrondelijk geworden en soms zelfs absurdistisch schouwspel. The natural background rate is roughly 1 to 10 species loss. Today, we are losing between 100 and 1,000 species per million species. So we are, let's say simply put, a factor 100 to 1,000 higher than the natural background rate. Isn't extinction just part of evolution? Yes, it is part of evolution, of course. The dinosaurs have gone. But what we must realize is that the rate of extinction is hundreds of times faster than what it would have been naturally, and not giving time for the environment to adapt to extinction. This is the crisis. Drinking water, food production, timber, fibers, all the products that you get on your table or on the market, these are end products coming out of biodiversity. And you should also remember that some of the most important biodiversity in terms of function is in the top layer of the soil, which builds up organic matter. Organic matter is the key for nutrient holding, for water holding capacity. It provides the ability for rain to infiltrate in the soils. And this is biodiversity. And this is a fundamental factor in binding carbon from the air. So if you don't have biodiversity in the soil, you lose carbon. So biodiversity plays these kind of fundamental functions. Biodiversiteit is dus van levensbelang. Maar het bestaat alleen bij de gratie van voldoende zoet water. We zagen onderweg op veel plaatsen uitgeputte landschappen waar vrijwel al het zoet water verdwenen is en de mens de laatste druppels gebruikt om te overleven. Freshwater use is another boundary. It is the bloodstream of the whole biosphere. We are manipulating our river basins in a way that 25% of today's rivers do not even reach the ocean anymore. So the Yellow River, the Limpopo River, the Niger River, the Colorado River. When I first came here, this lake was full of water. There were no wind farms on the far shore because no one even thought about climate change in those days. So, there's been dramatic change here. When I
When I first came here, as I say, this lake was full of water. There were people sailing on it. There were people even drowned on this lake. It was, you know, a huge expanse of water from one end to the other. And I mean, it's known in the past that you know, its water levels change, but it's been now, you know, 20 years since there's been anything like the water in it that I saw. Hoe nijpend watertekorten regionaal ook kunnen uitpakken, als je de watervoorraad op aarde als geheel bekijkt, blijkt het nog mee te vallen. So we're still to say okay on fresh water, even though it's pushing very rapidly towards a danger zone. Yeah, well, it's a huge dam, Redmond. This goes back for miles and miles and miles. It's absolutely massive, and it's Sydney's main water supply. So the whole city of 4 million people are totally dependent upon this. Just on this? Yeah, yeah. See the brown mark there along the dam wall? Oh, yes. That's where it's up to when it's full. It should be up, and this should all be covered. Yeah, of course, yeah. But yeah, I don't think we'll see that again. Perhaps in a freakish year, but the trend in terms of just less and less water every year is such that we're just surviving between bare adequacy and crisis now, you know, as we go on. De watercrisis is zeker nog niet overal op aarde voelbaar. Maar water wordt nu al omschreven als de olie van de toekomst. Wie het bezit, heeft de macht. Wie voldoende water heeft, heeft de toekomst. Arriving in Salvador de Bahia with the Voyage of the Beagle under my arm, and I opened it up and it said that Charles Darwin had stepped off the Beagle onto the sandy beach and then straight into the tropical Atlantic forest. And there was none to be seen at all. It was actually devastating. My connection with Darwin, if you like, has always been tropical forest. And there was the forest that he had fallen passionately in love with, to such an extent that he ran out of words to describe the emotions of walking in it. And it was gone. De geschiedenis van het kappen van het regenwoud hoorde Sarah van de Nederlandse tabaksplanter Hans Leuze, die al 40 jaar in het regenwoud werkt. So you got to Brazil and found jungle. You call in people and they are starting to cut the trees, and then what, with chainsaws? No, with the saw. It was very normal to do it. Yeah. Everybody did it. And then once a year, when it is a dry period, you put fire in it and it burns all down, and then you can plant grass. Right. Yes. So in that time when I was living there, you saw only clouds of fire and clouds of smoke. Everybody was doing it. Well, fire is a major problem in the Amazon. I mean, it interacts with many of the other forms of anthropogenic land use change, and also the potential for climate change. And in the last 10 years or 12 years, I've seen an increase in the frequency of these extreme drought events when these fires can really take place, because the Amazon forest is normally quite wet and doesn't burn. And so fires, the interaction between land use change and climate change end up becoming increasingly more frequent. Today we have 40% of the land surface on the planet has been transformed into agricultural urban areas. We need to recognize that humanity has over thousands of years chopped down more and more forest. We laid Europe under our feet, under the plow, North America, South America, large parts of Africa. Now we're chopping down the last forest areas, the Amazon rainforest, the Congo,
and the Southeast Asian rainforest. And then we simply have to recognize that this process is not sustainable. Het gebruik van land op de wereld heeft bijna zijn grens bereikt. Om binnen de veilige groene zone te blijven, is voor landbouw nog maar 3% groei mogelijk. So that's a very dramatic message that we've come to set a point where we cannot expand more. Op die landbouwgronden storten we ook nog eens zoveel kunstmest dat er een nieuw probleem is ontstaan. Kunstmest verstoort de stikstofhuishouding in de atmosfeer dusdanig dat het bedreigend wordt voor ons eigen voortbestaan. Nitrogen and phosphorus are fundamental for food production in the world, and thereby to feed, almost at least feed, a population of soon 7 billion people. I say almost because we still have 1 billion people who are hungry on this planet. So that is of course a massive success of human innovation and technology development. The problem is that such a large portion of the nitrogen we put on land is leached out into our waterways, causing major environmental problems. De hoeveelheid kunstmest die we gebruiken is nu al 2 keer meer dan de aarde kan verwerken. We're approaching the point where the era of expansion of agriculture is finished. Hoe gaan we de groeiende wereldbevolking voeden als we minder landbouwgrond en minder kunstmest tot onze beschikking hebben? De oplossing lijkt zogeheten genetisch gemodificeerd voedsel. Het is voedsel dat door menselijk ingrijpen meer oplevert, bestand is tegen ziekte en voedzamer is dan de natuurlijke soorten. Okay, so what we've got here, Sarah, is grass and is clover. The thing that's happened to this plant is it's been genetically modified. In this case, we were making the grass more digestible. This makes it more nutritious. And the reason is that grasses have a storage sugar in them, which is a class of compounds called fructans. So the approach here has been to isolate the genes that make the fructans and then to express them at higher levels. Right. So it means we get sweeter and a more nutritious grass. So ideally you'd be able to combine those two together. That's the whole idea. And then you have a more digestible and a sweeter product. So the two things together. Yeah. And the third thing on top of that is a technology we have for making ryegrass less capable of producing hay fever and then changing the expression of those genes to produce a less allergenic pollen. So the possibilities are actually endless, aren't they? They are, because you can use them in combination or individually. Yes. Op onze reis hebben we op 10 plaatsen langs de route soja gekocht. Om te testen hoeveel genetisch gemodificeerde producten nu al in winkels en op markten te krijgen zijn. Ah, soja. Is het aanpassen van genen onze redding? Of spelen we met vuur door in te grijpen in de natuur? Het hoofd van het Europese Controleinstituut Guy van Ede stelde aan boord vast dat maar liefst 9 van de 10 sojaproducten die we onderweg hebben gekocht genetisch gemanipuleerd zijn. Die producten zijn zodanig gecontroleerd, zijn zodanig bestudeerd, zijn zodanig geanalyseerd dat de veiligheid eigenlijk misschien zelfs meer gegarandeerd is als met een product dat u op een lokale markt in Brazilië of Argentinië. Ik vind het eng. Want ik lees best wel veel over. En ik weet niet of het goed voor je is of wat het doet met je lichaam op later, op lange termijn. The furor over genetically modified organisms in Europe is a colossally misdirected enthusiasm. Let's separate out the issue of whether it's, you know, unnatural and we shouldn't tamper with nature. That's just preposterous. Everything you eat, every bit of clothing you wear is tampered. You could not survive on an ungenetically modified diet. You couldn't live without it. The only difference is now we can do the modification a lot faster and more effectively. And much more effectively and much safer. De genetische manipulatie
ik blijf het manipulatie noemen. Ondanks het feit dat de mensen die ermee bezig zijn het liefst iets neutraler zouden formuleren. Maar het is uit. Het is een menselijke manipulatie van de rest van de natuur op een fundamenteel niveau. Namelijk dat van de genetica die in principe kan doorgegeven worden. En daar vrees ik dat we misschien onze hand wel wat aan het overspelen zijn. We zijn er nog lang niet uit. We weten nog niet hoe de natuur gaat reageren op onze manipulatie van de genen. Maar de wetenschap ziet ondertussen, ook voor de mens, ongekende mogelijkheden. Recente DNA-technologie heeft ons op deze reis al doen inzien dat de genetische verschillen tussen alle mensen op aarde minimaal zijn. En dat daarmee oude klassificaties van mensen van lagere en hogere rangorde biologisch gezien nergens op gebaseerd zijn. En dat we in de toekomst steeds meer op elkaar zullen gaan lijken. De mokkamens. Wetenschappers zien in moderne technologie ook de mogelijkheid om onze soort, de mens, kunstmatig verder te evolueren. It's quite interesting that you are having those little incubators. It looks like little hives, and it's really futuristic. Yeah? And you know, really, you are having in each of those incubators individual patients' embryos. Incredible, yes. And I mean, there's a future human being inside here. Yeah, potentially. So, yeah, potentially. Yeah. You got very good control about the environment. Yeah. You make sure that the embryos are happy and growing well. And it's very good technology. Erfelijke ziektes kunnen we uitbannen. Miles, he was brought to us by Sydney IVF. Yeah, he was conceived in a lab. En waar de biologie definitief stopt, gaat de robottechnologie ongetwijfeld verder. Hello, Sarah. Look deep into my eyes. Look deep into my eyes. Hello, robot. Do I know you? We sleutelen net zo lang aan onszelf, tot wij zelf of onze robotische opvolgers perfect zijn. De vraag is alleen, hebben we daar nog tijd voor? Eerst moeten we de patiënt aarde beter maken om het voortbestaan van onze soort veilig te stellen. Nu zien we dat al die processen op een gigantische manier versneld raken. Als we kijken naar het natuurlijk uitsterven van soorten, dat gaat 1000 keer sneller. Als we gaan kijken naar de evolutie van diersoorten, dat doen we nu in het laboratorium met genetische manipulatie op een razende. Als je niet ieder jaar een nieuwe tomatensoort hebt bedacht in het lab, dan kunnen we geen tomaten meer eten. Dus dat hele proces, dat is zo snel gaan lopen. We hoeven ook, nu kunnen we evolutie ook letterlijk, als het alleen maar in een griepvirus wat zich iedere week weer anders gedraagt, kunnen we letterlijk voor ons zien. En daarmee is inderdaad eigenlijk ook die urgentie gekomen. In die zin is de wereld compleet omgedraaid. Waar Darwin uitging van de stabiliteit en daar verandering in zag, zien we nu een wereld die enorm in verandering is. En we proberen die eigenlijk weer stabiel te krijgen. De vraag is van, kunnen wij nu, zelf zijn wij natuurlijk de aanjager van die veranderingen geworden als mens, kunnen we die nu ook controleren? But I think one thing that we mustn't forget about losing biodiversity and chopping down forests is that our climate is going to change so radically that the population increase will sort itself out, because we simply won't have enough water in the right places to allow crops to succeed, and it's going to be absolutely devastating. Well, millions upon millions of people will be migrating. There will be wars. That'll be it. Nothing whatever we can do about that. But then give it 100 million years or so, and we'd have been wiped out and everything with us, but the cockroach will certainly survive. Yeah, sure. I totally agree on your point that it doesn't matter for life on Earth what we are doing here. The point is that it matters to us.
we are in a precarious state. The planet is in a precarious state. Now, the planet couldn't care less. It is we, humanity, that need to be worried. The planet will survive humanity. So the reason why we have to care for the planet is simply to care for what I would call the world, meaning humans on the planet, our ability to develop into the future. Now, that situation is precarious because we now have evidence that we've reached this Anthropocene state. We've reached the point at which we are hitting hardwired boundaries at the global level. That is a very precarious situation. The beauty is that we're starting to understand this, hopefully early enough, to avoid irreversible, large, undesired change. That's the good news. The good news is that we now know that it's time to act. Langzamerhand begint dat kwartje te vallen. Soms denk je ook wel bijna van, was het maar als een economie waarvan van de ene dag op de andere dag een bank omvalt. Want dan word je echt goed wakker. Dit gaat over periodes van 10 jaar, van 20 jaar, van 50 jaar. Dat wil zeggen, het kan altijd nog wel één dag later. Dat is ook het bedreigende, dat is het sluipende natuurlijk van deze ontwikkelingen. En dat maakt het soms ook zo moeilijk om ze in alle korte termijn gedachtes, om dit ook politiek vorm te geven. Want er is altijd wel iets van het nieuws van de dag, wat nog dringender is. En om die langere conclusies te kunnen trekken, heb je een andere redenering nodig. Ik voel ook van de wetenschap zit hier echt precies waar die zou moeten zijn. Namelijk om dat hele tijdsbesef van de mens breder te trekken. Zeg maar, ja, wacht even, je hebt ook een horizon van 50 jaar. Je hebt een horizon van 100 jaar. The trend line is clear. The trend line is moving in only one direction, which is that the situation with every new piece of knowledge is a situation where we seem to be in a much more risky state, i.e. the climate situation is more dangerous than we previously thought. And that is an important trend line and therefore important insight for policy. Wat de wetenschap kan doen is zo goed mogelijk die verschillende scenario's schetsen. En één ding is duidelijk, dat er een aantal rampspoedscenario's bij zitten. En dat die kans daarop aanzienlijk is. Als je nog even wacht, dan kunnen we met steeds grotere zekerheid zeggen hoe groot de kansen op die scenario's zijn. En dus zullen politici al sneller actie moeten nemen. Maar zullen ze daar ook een politieke verantwoordelijkheid in moeten nemen. So if one understands the whole complex integrated system and realize that we need to deal not only with climate, you need to deal with land, water, nutrients, stratosphere, oceans, and that they all are linked to climate. With that insight, one realizes that the climate challenge is nothing less than equivalent to a wartime effort. A massive wartime equivalent effort to be able to take ourselves quickly to a stable future on climate. Het is wartime effort. Die oorlog duurt langer dan een jaar of een paar jaar. Je moet het echt misschien wel 50 jaar volhouden. Het is meer een soort permanente strijd die je daartegen moet voeren. En het is denk ik aan politici om dat keer op keer te blijven benadrukken en mensen daarin mee te nemen. It's such a difficult message to get across. To explain to people that this animal and this plant in, for example, the Brazilian rainforest is crucial to their survival as well. They just don't believe it. But it's happening. It's beginning to happen. You can't expect something like the Copenhagen conference to be a success straight away. You're going to have 10 of them, perhaps, before you really get something workable. But it does happen. It can happen. Thank you.
Als we één ding zijn, zijn wij een mens die leeft op een planeet. In een heel grote kosmos. En wat iedereen zegt, al die astronauten, dat handjevol mensen wat van buitenaf naar die aarde heeft kunnen kijken. Wat enorm dierbaar, maar ook kwetsbaar het is. En kijk, dat is een lot wat we met elkaar allemaal delen. We zijn allemaal bewoners van deze planeet. En ik denk ook dat de meeste mensen ook echt heel veel liefde hebben voor die planeet. En ook voelen van ja, dat is de plek waar mijn kinderen en hun kinderen en volgende generaties in moeten opgroeien. Dus daar wil ik ook voor zorgen. I didn't really have a carbon footprint. I spend most of my life in bed with cat, and I do a bit of gardening. And you're and I, not to go back I grow to this that. Absolutely chemical-free potatoes, which are most of them rotten. The ones that aren't are full of little slugs. So I'm doing my bit for the environment. You're getting your protein. Great voyage is over, and it's obvious that the Earth's in danger, and it's our mess, and we made it. But I'm full of hope, because we made the mess. By the same token, we can clear it up. And as Darwin said, the most powerful social force on Earth is public opinion, and especially now, in the age of the internet that he could never have imagined, and in the age of big science that he could never have imagined either. With both those technical forces on our side, I see no reason why we can't give ourselves and our grandchildren a magnificent future. De reis is voorbij, maar het wetenschappelijk onderzoek gaat onverminderd door. En daar blijven we over berichten op onze website. Intussen zitten op dit moment in de studio in Hilversum onze hoofdrolspelers, Dirk, Sarah en Redmond, klaar om nog één keer terug te kijken op de voorbije 8 maanden. Right now, Sarah Darwin, Dirk Drowlands and myself are in the studio in Hilversum, ready to answer all your questions on this wonderful journey. Join us live on the Beagle website, beagle.vpro.nl.